Dat ziet er ook raar uit, dit. Hallo, welkom bij een nieuwe video van Vreubelweb. Mijn naam is Loes en deze week ga ik ook weer aan de slag met een van de pakketjes die voor mij op tafel staan. Het zijn er nog 8 en in deze envelop zit iets wat ik ga maken deze week. Ik zal het er even uithalen. Het zijn namelijk blokken van DecoTime waarmee je hele leuke huisjes kunt maken. Leuk voor de kerst bijvoorbeeld of gewoon voor de donkere avonden. Dus ik ga ermee aan de slag en laat jullie zien hoe dat moet. Oké, ik ga even kijken wat er allemaal precies in dit blok zit. Het zijn dus pagina's, 12 stuks, waarin de huisjes voorgestanst zitten. Dus je kan het er heel makkelijk uitdrukken. Er zijn 3 verschillende huisjes, 3 verschillende types die je kan maken. En zoals jullie zien, zit er hier ook nog een chalk marker, dus een soort krijtstift, waarmee je de huisjes kunt versieren. Dus ik begin gewoon even met huisje 1. Die haal ik eruit en dan ga ik die in elkaar zetten. Dit gaat dus eigenlijk heel makkelijk. Je drukt gewoon met je vinger de raampjes eruit. Heel af en toe moet je even voorzichtig zijn met het eruit halen. Maar het papier is heel stevig, dus dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Ik ben bij het laatste raampje aangekomen. Nu zijn ze er allemaal uit. Superleuk. Ik heb de andere 2 huisjes ook eventjes uitgedrukt. Dus nu heb ik 3 huisjes om te versieren. En dat doe je dus met deze krijtmarker. Chalk marker heet die. En uit ervaring weet ik dat je die gewoon af en toe heel, voordat je hem gebruikt, heel hard moet schudden. Dan hoort het ook. En dan pak je even een papiertje. Ja, je kan hier gewoon even zo'n stukje uit het blok pakken om te testen. Je drukt hem zo in. Kijk, hier komt nu bijvoorbeeld een hele dikke klodder verf uit. En dat wil je natuurlijk niet op die huisje. Oké, de huisjes zijn versierd. Tijd om ze in elkaar te zetten. Dan ga je dus over de vouwlijnen vouwen. En ik doe dat heel voorzichtig. Niet dat ze het breken hoor, maar niet dat je het huisje doormidden vouwt op een plek waar je hem niet wil vouwen. Je moet wel echt over die vouwlijnen vouwen. Dus dat ga ik even doen, heel voorzichtig. Kijk, hier waar de gaatjes in de ramen zitten, daar voel je al dat hij de neiging heeft om op een andere plek te gaan vouwen. Dus daar doe je het gewoon even een beetje zo, voorzichtig. Het lijmrandje, dat vouw je ook om. Dan zie je dat het dus al een huisje wordt. Heel erg leuk. Ik hoef hier alleen nog maar wat lijm op te smeren en hem dan dicht te plakken. Ik vind hem echt heel leuk geworden. Erg leuk om te doen. Heel rustgevend ook. Dat versieren van die huisjes en die stift, die doet het perfect. Dus ideaal om mee te werken. Zo, een beetje lijm erop. Oké, ik heb dus nu 2 huisjes in elkaar gezet. Maar achterin het blok zitten ook nog een paar van dit soort kalkpapiertjes. Die melkpapiertjes noemen ze dat ook wel. En die zijn natuurlijk super leuk om die achter de raampjes te plakken. Dat je echt nog een mooi schemerlichtje krijgt als je er een theelichtje bijvoorbeeld inzet. Natuurlijk wel op een batterijtje zo'n theelichtje, maar je snapt wat ik bedoel. Dus ik ga deze er nu achter zetten. En dan heb ik er ook eentje met van dat leuke matte papier erachter. Oké, ik ga nu het kalkpapiertje aan de binnenkant van het huisje plakken. Maar ik ga hem denk ik eventjes in stukjes doen. Omdat ik hier een stukje plak, hier een stukje en daar een stukje. Want dan heb ik en dadelijk nog lekker veel papier over. Maar ook zit ik niet in de knoei met de vouwlijntjes. Dus ik knip er gewoon een stukje af. En dan lijm ik die gewoon aan de rand en de binnenkant van het huisje. Dit zijn de 3 huisjes die ik heb gemaakt. Ik vond het heel erg leuk om ze te maken. Er zitten dus 12 in zo'n blok van DecoTime. En daarop staan ook allerlei ideetjes wat je met deze huisjes kunt doen. Zoals gezegd kun je er een theelichtje in doen of een ledlampje. Maar je kunt er ook een kaart bijvoorbeeld van maken. Of gebruiken als een adventkalender, als een slingertje. Cadeautjes in verstoppen. Je kunt er eigenlijk van alles mee doen. Dus een aanrader. En ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken.
Is dat het geval? Doe dan even een duimpje omhoog. En ik hoop dat ik je de volgende keer weer zie. Tot dan!